Districtscommissaris Ludwig Mendelzoon van Brokopondo doet een beroep op de mensen van het gebied om af te zien van wangedrag. Hij zegt dit op basis van de wegbarricades die recentelijk geplaatst zijn op de Afobakkaweg en de calamiteiten die daarmee gepaard gingen. De burgervader geeft aan dat de burgers de weg kennen naar de diverse instanties zoals Staatsolie, het commissariaat, het groot opperhoofd der Saramakaners als ze oplossingen willen voor hun problemen. Maar men wijst dit alles af. Ja. Omdat men stapvoetend wil afdoingen. Ja, bepaalde zaken die niet snel of snel genoeg worden aangepakt. Maar ik zeg van als er een mogelijkheid is om te praten, laten we praten. En de regering heeft getoond te willen praten met Brokopondo. Maar Brokopondo wil een andere manier hanteren om de zaak aan te pakken. En dat is orde verstoren. Ik stel voor om ter alle tijden samen met Brokopondo zelf te gaan voor de goede orde, de goede gang van zaken, de rust en de veiligheid in het district. Het is de burger zelf die ter hand moet nemen, primair, de openbare orde, rust en veiligheid. Maar het is een taak van de overheid het te waarborgen. En ik doe een beroep op de totale samenleving van Brokopondo dat goed in de gaten te houden. Laat je niet misleiden, laat ze zich niet misleiden. Er zijn mensen met kwaadwillige ideeën om de richting welke nu is uitgestippeld, ondanks dat het land het moeilijk heeft, om het nog moeilijker te maken. En dat willen we niet. Ja, dat willen we niet. En ik denk niet van dat de regering dat zou toestaan. De burgervader hoopt niet dat mensen in het gebied zullen worden aangezet om wederom de Afobakkaweg te barricaderen. Mendelzoon zegt dat de politie gisteren met de harde hand moest optreden om de orde te herstellen. En vandaag is de politie nog alert om het barricaderen van de weg te voorkomen. Ik zit in vele appgroepen, en ik mag u zeggen van dat de meningen verdeeld zijn hoor. Heel wat mensen zijn het niet eens van dat mensen worden aangezet om de orde te verstoren. Ondanks dat de overheid met open deuren en open armen bereid is in conclaaf te treden met de Brokopondo. Ja. Ja, en dat kwaadwilligen daartussen zijn om mensen op te hitsen om de openbare weg af te sluiten. Ik kan niet zeggen van dat niet wordt goedgekeurd door de regering. DC Mendelzoon hoopt dat de mensen van het district bereid zijn om samen met de regering en andere instanties te werken aan oplossingen voor lokale problemen. De resultaten van het gesprek dat gisteren is gevoerd tussen het traditioneel gezag en de overheid is nog niet bekend.